1, 2, lady opletten. 1, 2. Goed zo. Lovely. Ja, Beauty, kijk eens. Oké, nou, Roderick heeft ook al het een en ander mee. Die heeft yoghurt mee, wat ik niet mocht hebben. Hij had pruimen mee, of persik, weet ik veel. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin. Dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 24 juni 2021. En zoals je op de klok wellicht kan zien, is het al 11:30 geweest. Roderick die komt zo deze kant opgelopen. Dus dat ga ik ook even filmen voor jullie met de hondjes. Zodat jullie ook even Roderick en de hondjes kunnen zien. Voor de rest wens ik jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En daar hebben we Roderick en met de drie dames. Ja, leuk. Hey meiden. Hey kinders. Nou, hey. Nee, jullie mogen nou niet naar binnen, meisjes. Lovely Beauty. Zo, ik zie het nu zelf even niet waar ik zit. Hier. Oh, gras eten. Hey meisjes. Kom eens hier op de gras dan. Ja, goed zo, lady. Hey meiden. Ik heb nog niks. Hey schat. Beetje goed geslaapt? Ik denk het al. Oké. En hoe zijn hun? Redelijk rustig. Redelijk rustig, oké. De buurman is er ook, zie ik alweer onder mij. Toch? Nee, niet. Ja. Niet. Het lijkt erop, hè, maar het is een Volkswagen. En hij heeft een Mercedes, dus dit is geen... Dames, moet ik even kijken of ik wel iets heb voor jullie dan? Zal ik even kijken? Ik heb wat voor jullie. Ja. Eerst, lady. Wat je zou kunnen doen, schat, dat is een Beauty even losdoen. En die haak weer even bij Lovely aanknallen. Eerst lady. 1, 2, lady opletten. 1, 2. Goed zo. Lovely. Ja, Beauty, kijk eens. Alsjeblieft, meiden. Oh. Krijgen jullie toch nog iets van mij, hè? En voor vanavond heb ik ook nog weer voor jullie. Ja, kijk dit dan, ligt het dan ook, hè? Oh. Voor? Ja, je kan ook met de auto naar de zaak. Mag voor mij. Ja, ik heb zoiets raars en gedroomd, echt waar, over de auto. Dat hij nog eigenlijk goed was en dat jij dus voor het stuur zat. En dat er iemand was die alles doorknipte. Qua kabels. En dat hij in één keer in de brand vloog. En jij was er ook wel heel snel uit. En want je pakte gelijk in de brandblusser, want je wist gelijk waar die was. En achterin. En het was gelijk sorry. En door diegene, nou. Verzekeringen en alles. Wat is? Ja? Dit ziet er heel raar uit. Ja, leuk hè? Nee, maar helemaal. Ja? Kijk, en daar hebben we Speedy. Helemaal geweldig. En Rodi heeft dus namelijk over zijn staat. Die dus hier hangt. Speed. Stuur het maar door, ik vind het goed.
Lekkere meisje. Is lekker. Dankjewel, schat. Nee, maar toen was het allemaal en de verzekering. En toen kregen we een hele mooie zeejat en ervoor terug. Die jij wou. Hele rare droom. Maar vaak, als je droomt, en dan betekent wel weer en dat je gezondheid weer beter gaat, hè? Want als je niet droomt, dan is het ergens iets niet goed. Hè? Ja. Ga je weer mee met papa, meisje? Zo, en daar hebben we Roderick die weer aankomt. Ja, mijn mannetje. Maar hij gaat ook zo meteen lekker. Met mijn toestemming. Hij gaat lekker met de auto naar zijn werk. Ja, helemaal top. Helemaal geweldig leuk, lief en aardig. Ja. Oh. Ik heb je uit en gezoomd hoor, schat. Ik heb je uit en gezoomd hoor. Maar je bent nou een half uur te vroeg, hè? Daar zeg ik al. Ik snap niet en waarom je zegt dat en dat gehaast. Waarom? Je mag nou niet eens binnenkomen. Daarom. Wil je de sleutel hebben alvast? 1, 2. Ja. Ik gooi hoor. Ja hoor. Samen hoor, maar je gaat niet goed. Nee, nou sorry hoor. Ja hoor. Ja. Ga je al lekker in de auto zitten of zo? Hè? Huh? Ja. Precies dat. Nou. Daar staat ons gebakje dakkie. En daar gaat mijn mannetje naar zijn werk, hè schat? Werk ze. En we hebben nog wel mail en contact, ja? Oké. Denk je dat? Denk je dat of weet je dat zeker? Oké. En doe eventjes mijn en mijn grote vriend daar even de groeten, lief. De beveiliger daar. Oké, nou, Roderick heeft ook al het een en het ander mee. Die heeft yoghurt mee, wat ik niet mocht hebben. Hij had pruimen mee, of persikken, weet ik veel. En nog het een en het ander, zoals, ja, weet ik veel wat. En wat ik allemaal niet mag hebben. Dus dat heeft Roderick mee. En dit is er allemaal lekker van over. Van de voedselbank. Heeft Roderick ook weer voor me gehaald. Want ja, ik mag niet naar buiten. Dus dit is mijn aanwinst. Dus dit ga ik... Zometeen ook even op mijn gemak even opruimen. Sowieso die hamburgers gaan sowieso gelijk even in de vriezer. Hoef ik me daar geen zorgen over te maken. En hij eet hier lekker. Hi kereltje. Hi manneke. Heb je ook nou een beetje de rust? Hè? En zonder de hondjes? Ja hè? Ja. En dan heb ik hier lekker draakje liggen. En meisje. Lig hier lekker wijfie. Oeh, lekker hè. Jo. Ga dan lekker liggen dan, schatje. Ja. Lekker, hè? Lekker kribbel op je buik, hè? Lekker kribbel op je buik. Niet? Nou, dan niet. Ja, een hele goede avond allemaal. Het is inmiddels bijna 9:55. Ik ben alweer een tijdje wakker. Ik ben eventjes lekker gaan slapen. Ja. Yep. Maar wat doet nou COVID-19 bij mij? Ja, daar wil ik het even met jullie over hebben. Ik weet niet hoe ik ben besmet. Heb ik ook al tegen de GGD gezegd. Ik zal het bij God niet weten. Misschien in de winkel, ik weet het niet. Maar nou ja, ik kreeg Iris gewoon een snotneus. Nee, hè, dat kan gewoon ook gewoon een griepje wezen. Geen idee, hè. Ik heb een maagverkleining, dus ja, je weet het nooit. Nou, en toen rook ik ook echt niks. Toen had ik zoiets van, oké, nou ja, jullie weten dat ik dus gewoon ook een
zelftest heb gedaan en een GGD-test. Jullie hebben ook gezien dat ik dus positief ben. Dus ook heel veel moe en snel buiten adem. Ik hoefde me vanaf mijn slaapkamer naar de wc, daar was ik al helemaal uitgeput. En vanaf de wc weer naar de slaapkamer, ik was gewoon doodop. Ik was kapot. Het gaat nou een stukje beter. Ook eergisteren volgens mij uit mijn hoofd, dat was de 23e s'nachts, 22 op 23, ja. Toen had ik mama aan de telefoon. En wat ik dus al eerder zei, ik heb hier op deze bank, officieel eigenlijk altijd, gewoon een kleed op de bank. Nou, die wou ik dus gaan verschonen. Verschonen dus die en die oude dus naar de wasmachine en een schone erop. Nou, mijn moeder die vroeg al aan mij van, wat heb jij nou gedaan? Het lijkt wel of jij een marathon hebt gelopen. Nee, mam, sowieso. Dat meen ik niet. Ja, ja. Ik heb dit gedaan. Ik ben toen al gelijk op bed gegaan. Ik ben zo in slaap gepleurd. Ja. Dus, maar het praten gaat ook steeds beter. Ik blijf wel gewoon eten. Dat doe ik wel heel goed. Ik blijf gewoon drinken. Water heel veel. Ik heb van mijn buren heb ik het tegengekregen. Van mijn liefdallige bovenburen die helaas weggaan. Dat is gember, dat ga ik morgen even doen. En dan heb ik deze. En ik word er niet voor gesponsord, helaas. Albert Heijn. Dus, maar ja. Voor de rest heb ik wel dus, bruistabletten. Ik heb van ijzer en daar zit ook gelijk vitamine C. En ik heb alleen vitamine C. Dus dat drink ik 's avonds voordat ik naar bed ga twee op. Dus, wauw. Maar ja, alleen mijn geur is eigenlijk nu nog pleiten. En ik ben nog heel veel moe, dat is het enigste. Dus ja, als ik op die manier zo er netjes doorheen kom, nou, dan mag ik heel hard in mijn handjes knijpen, echt waar. Dus ja, als het zo goed gaat en eigenlijk alleen mijn geur wegblijft, dan mag ik gewoon in principe zaterdag weer naar buiten. Dus ik hoop dat het zo blijft. Dat ik dan in principe gewoon weer naar buiten mag. Zaterdag. En dat ik gewoon weer mijn dingen mag doen. Ja, dat heb ik ook al met de GGD over gehad. Dat het beter gaat. Nou ja, en als het alleen maar bij mijn geur blijft. En gewoon, ja, misschien een beetje moe. Maar niet dat ik moet hoesten of wat dan ook. Dan mag ik gewoon naar buiten. Dus daar ben ik heel blij mee. Echt waar. Dus, ik... Ik ga zometeen nog even met Ro bellen. Ik ga nog zometeen denk ik één vlogje editen. Zodat ik voor overmorgen weer een vlog online heb voor jullie. Want twee, dat ga ik niet trekken. Want dan krijg ik schele hoofdpijn. Ook al heb ik mijn bril op. Dat gaat hem niet worden. Dus ik doe even heel gek. Even alles zonder bril. Want als ik mijn bril op doe, dan krijg ik helemaal koppijn. Dus dat gaan we niet doen. Nee. Dus ja. Dus ik ga zometeen Ro bellen. Want die is bijna klaar. En dan... ga ik zo meteen weer, denk ik, de vlog afsluiten. Ja, mensen, het is een hele mooie maan. Alleen ik kan niet meer zo ver inzoomen, helaas. Dus ik ga even hele mooie foto's maken voor jullie. Echt hele mooie foto's. En dan zal ik dat wel in de editprogramma doen. En dan zien jullie dus hoe mooi de maan is. Ja. En daar zijn mijn drie meiden weer eventjes. En mijn mannetje om mij even gedachten zeggen. Ja. Ja, ik heb nou niks, meiden, voor jullie. Nu even niet. Morgen, oké? Morgen. Lady, nee. Hi, wijfie. Hi. 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 Ja, dat zijn mijn meiden. Hey, beauty. Ja, van de week al hoop ik weer, dames, echt. Nou, zoals jullie dus zagen, was dat even roe met de drie dames. Daar word ik altijd weer even vrolijk van om ze even te zien. Ik kan ze helaas niet knuffelen, helemaal niks snoppen naar de Jento. Helemaal niks, daar baal ik echt heel erg van. Maar Roe die kwam wel vanavond dit even brengen aan de deur. Wel netjes op en op coronaproef op dit moment, zoals het hoort. Dus ja... Dus dat ga ik ook morgen lekker smikkelen. Ik doe het zometeen nog even lekker in de koelkast. En dan ga ik zometeen lekker naar bed. Het is nu net 12 uur. Er staan nu op dit moment 3 vlogs online. Ja. In de planning.
Dus daar ben ik heel blij mee. Maar voor de rest wil ik jullie weer onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral het duimpje omhoog. Vergeet dan niet te abonneren, want dan blijf jij op de hoogte. En vooral als je het belletje aandoet. En dan zien jullie mij morgen gewoon weer terug bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!